Vandaag is het tijd voor een businessbakkie en ik doe mijn businessbakkie bij Pannenkoekenhuis Fritella. Ik heb een afspraak met Anna. Hoi. Hi. Ik heb een afspraak met Anna. Ja, dat ben jij. Oh, wat leuk. Anna, vertel het eens. Wat is in jouw ogen het geheim van Fritella? Denk omgaan met gasten. Ja. Want wat is de bedoeling als jij het leuk maakt voor ze? Een praatje maken, een beetje sociaal. Ook al met de zwarte, want je moet ze ook voor de zwakke eten vinden. Oh, heerlijk. Kijk, er komt een koffie al. Super. Dankjewel. Voor de rest, ja, gewoon genieten. Ja, zowel voor jullie als voor de gasten, hè, denk ik. Je ziet wel waar je voor doet. Dat is wel leuk. Ja. En waar zie je dat aan? Bij je gasten naar huis gaan, ook lieve kindjes. Vooral kindjes, die komen altijd heel blij aan. Ja. Als je bij Gus gaat, dan mag je ze speeltjes geven en dat vinden ze ook heel leuk. Of als je een pannenkoek geeft met vuurwerk of zo, ja. Dat is ook heel leuk. Ja, goed zeg. Wat is jouw grootste droom met Fritella? Dat ik heel veel pannenkoek eigenlijk voor kinderen, voor mijn kinderen zit. Eén groot feest, een groot kinderfeest. Op kinderfeestjes. Ik kan me nog wel aan kinderen denken dat ik wel een gelukkig groep had op school. Ik ging naar huis en dan zegt ik heb meestal een heel grappige dag. Maar dan waren ik allemaal kinderen en ik gaf één en hij vijf. En dan wel de rest ook. Oh. Dat is wel lief. Ja, mooi zeg. Hey, wat is de specialiteit van Fritella? Ja, ik is hier echt heel gezellig. Je bent eigenlijk niet alleen, het is hier altijd wel leuk. Ook als het rustig is, dan praat je ook wel met elkaar en ja, met elkaar pauze, dus het is heel gezellig. Ja, wat goed. En wat is jouw allerlekkerste pannenkoek? Ik heb hier zelf een keer gegeten met mijn familie en ik heb de pannenkoek los genomen. Dat was mijn pecan grill. En uitjes, en dat is echt leuk. Oké. Ja. En wat is voor kinderen de meest speciale? Kinderplezieren. Dit is een pannenkoek met een potje jam, hagelslag en pasta. En dan mogen we hier zelf ook plezieren. Kijk. Ik ken hem heel graag. Ja, wat goed. Weet je waarom jullie in Papendrecht zitten? Ik weet niet zeker, maar ik denk omdat het een winkelcentrum is en dat er dan veel mensen komen. En het is hier heel groot, dus je hebt hier ook wel plek. Ja, lekker. Leuk joh. Heb jij tips aan andere ondernemers? Vooral nu de naam in Fritella. Nee, dat is de gouden formule. Ja. Maak ik een beetje bekend. Er komen heel veel gasten hierheen. We hebben ook heel veel vaste gasten. En we weten dan eigenlijk al stiekem wat ze gaan bestellen. Het is wel verschillend, maar soms reken ik al. Dat is ook wel leuk. En maak er gewoon een feestje van. Ja. En dat zouden anderen ook moeten doen, hè? Want dan krijgen ze meer mensen binnen. Goed zeg. Gewoon lief zijn. Ja. Hé, hey Anne, met hoeveel collega's werk je hier? Rond de 25, iets meer volgens mij. Sorry, ik weet niet zeker, maar iets meer dan rond 35 of 25. Oké. Okay. Zoiets. En ken je ze allemaal? Ja, ik ken ze wel. Wat leuk. Ja. En zijn er nog andere plekken waar je Fritella vindt? Ja, Gorkum en Teleur en sinds kort ook in Balkanje. Kijk eens aan. Het blijft groeien, Fritella. Leuk hè? Ja. Ja. Hey, en Rob de Geus was ook hier, hè? Ja, die komt hier ook wel eens. Heb je hem al een keer gezien? Ja, meerdere keren. Ja? Oké, okay. Dus hij kent Anna ook? Ja, hij kent mij ook, ja. Kijk eens eventjes. Ja. Vindt hij dat je het goed doet? Ik hoop het wel. Ja, nou jullie doen het allemaal goed, want jullie krijgen een dikke duim van hem, toch? Leuk. Ben je trots op Fritella? Ja, ik vind ze heel gezellig. Dus ik vind ze wel heel erg te werken. Ja. Nou, we gaan lekker een bakje doen, Anna. Is goed. Dankjewel, hè. Graag gedaan.